Ja. Over welzijnsorganisatie, maar wat ze bindt en wat eigenlijk de kenmerkende factor is, is dat het heel dicht bij de mens wordt georganiseerd en ook samen met de mens. Dus wij hebben hier nou zoiets meer dan 100 vrijwilligers die ons helpen om voor de met name oudere populatie, maar ook andere mensen die steun nodig hebben, te zorgen. En dat is een zorgzame gemeenschap.